Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik ben zo net op de bakker geweest voor mijn broer, want het is vandaag verloren maandag. Voor mensen die kennen, dan eten we worstenbroodjes en appelbollen. Zelf heb ik er geen gekocht, want ja, ik heb vorige week al gegeten. Maar ik ga het eens laten zien wat een appelbol is voor mensen die dat natuurlijk misschien niet kennen. Dat kan. Dat weet ik nog ook niet. Kijk, dus hier zitten de worstenbroodjes in. En hier zitten de appelbolletjes in. Zien ze er niet lekker uit. Ja, dus ik zie het ook. De een heeft van meer suiker dan de andere, maar ja, ik heb ze natuurlijk niet gemaakt. Hè. Ik ga ze wel terug dicht doen, want hij moet ze terug meenemen naar huis. Natuurlijk. Zo. Het worstenbroodje wordt dan warm gemaakt. Zit er hier namelijk in. Niet gespoten trouwens. Hier zitten de worstenbroodjes in. Ze zijn nogal redelijk groot, dus ik zal hem zeker wel smaken. Zo. Dus ja, sowieso gaat het dat lekker smaken, daar ben ik zeker van. Ja, dat is een beetje een traditie. Ze doen dat vooral, dat is begonnen eigenlijk in Antwerpen. En zo doen ze dat hier allemaal eigenlijk. Ze zijn overgewaaid naar hier. Wanneer dat je het overgewaaid is naar hier, dat weet ik niet, maar... Ik weet wel dat het een traditie is in Antwerpen. Dat weet ik wel. Maar wat had ik eigenlijk lekker, worstenbroodjes. Vroeger, als ik met mama was, dan vierden we dat wel een beetje zo eigenlijk. Worstenbroodjes eten en zo. Maar ik weet eigenlijk niet zo heel vaak worstenbroodjes. Ik denk dat ik eens naar de Beenhouwer ga. Denk ik om eens een hamburger te halen of zo. Ik denk dat ik dat ga doen. Het is echt al mis aan het worden. Het is niet normaal. Die mist is echt erg aan het worden. Dat wordt meer en meer, die mistig vandaag. Het is ook zo weer een drouwige dag. Zo weer dat je zo je niet goed voelt. Dat heb ik al vaker voor, dat ik me niet goed voel. Dat ik zo een beetje down ben. En het gaat zo omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. Dat is altijd zo bij mij. Het zal nog wel een tijdje duren. Maar ik heb wel het gevoel gehad gisteren dat ik eigenlijk gesprek begin. Allee, ik heb heel veel mensen die me begrijpen. Maar heel veel mensen. En ik vind het ook leuk om met mensen laag te gaan. In de live eigenlijk, ja, ik zit heel vaak met mensen in de live en ik vind het altijd leuk als ik met mijn zusje in de live kan gaan en met mijn goede vriend, omdat je dan echt wel begrepen wordt, maar meestal als ik in andere live ga, is dat niet zo gemakkelijk om. Ik ben geen prater in een live, ik ben niet zo van, oké, het gaat bijvoorbeeld, vind je maar over dat onderwerp, ik ga daar mee over praten. Nee, dat is voor mij niet zo heel gemakkelijk, maar daar heb ik echt wel het gevoel dat ik thuis ben en dat ik alles kan zeggen. Het zijn ook lieve mensen natuurlijk. Mijn zus heb je al vaak gezien, voor mensen die mijn zus niet kennen in de video's, van hoe het huisje hier een beetje geverfd werd en zo en ding allemaal, met haar zwarte bruine haren, dus met haar lange haren zo. Daar wordt binnenkort trouwens nog werk van gemaakt, maar ja, alles op zijn tijd, zei ik altijd. Ja, we zien daar een rendier staan, die heb ik, dat is echt leuk. Ja, mijn kerstboom staat er nog mensen, maar ja, gewoon voor de lichtjes en zo en ding allemaal. Hier, dat deze rendier. Oh, en ze was er echt keiverliefd op dit rendier. Keiverliefd. Het is een mooi rendier ook. Dus, heb ik hem hier gezet. Het is prachtig, hè. Al zei ik het zelf. En nog wat bloemetjes op de kast. Ja, de kerstboom moet even staan. Voor de lichtjes. En ook er ligt nog een cadeautje onder. Want mijn oma, die ja, hier normaal is een van deze weken komen. Maar wegens dat hij nog altijd niet 100% is, is er niet kunnen komen. En de ligt het cadeautje er nog altijd onder. Voor haar wordt het wel verdiend natuurlijk en ja. Maar we gaan nu eerst eens even naar de Beenhouwer. Ik denk dat ik te voet ga gaan. Anders is het zo koud, dus ik ga te voet. Hier is wel de mist niet echt op, maar als je op de markt bent, dan is dat wel echt heel hard aan het missen. Niet normaal. Ik moet de batterij eruit halen, want ik ben een beetje opladen gisteren. Dus ik hoop dat het lukt. Ik moet niet mee te pakken. Dus, het is wel heel koud, het is maar 1 graad of 2 graden buiten, dus... Dat is wel een beetje frisjes. Maar we overleven het wel. Hè. We hebben het al kouder geweten, dus. We moeten het ook wel. Hè. Toch niet als je geen handschoen hebt.
of het open is. Woensdag ga ik terug beginnen werken. Allee, als ik op tijd terug ben van mijn boosterprik, dan ga ik woensdag werken, anders niet. Dan is het vast donderdag dat ik ga werken. Dus ja, ik doe mijn best om jullie voor jullie video's te maken, maar het is niet altijd heel gemakkelijk, omdat ik zeg, ja, wat heb je heel veel te doen in het leven. Dus ja, ik ga ook altijd meestal live, dus probeer ik dat. Maar ik moet ook de vlog van gisteren achter en nog de live online gooien, dus ik heb nog veel te doen. En toch hebben jullie eigenlijk gezien, dat is toch grappig eigenlijk. Kijk, je ziet het in de verte, het is echt wel mistig. Echt wel heel mistig, kijk. Dat zie je zo mistig opkomen eigenlijk. Grappig, hè. Gaan we koken zo meteen. Dan gaan we niet in de live, want ik heb honderden mensen in de live. Dat is echt koud aan je handen. Dus het is echt een is wat die meneer zei, ah ja, ik wil nu niet. Die zei van, die moedkapjes die brengen niet op. Dat is zo. Als je ziet dat er heel veel mensen gevaccineerd zijn, ook de mensen die niet gevaccineerd zijn, maar dat brengt gewoon niet op. Dus voor mij is iedereen gelijk, of je nu gevaccineerd bent of niet. Iedereen mag met mij binnen. Dus dat is geen enkel probleem. Dus ik maak daar geen onderscheid in. Totaal niet. Ten slotte, als je het moet krijgen, krijg je toch zo'n. Dus ja, dat is een ander onderwerp. Hè? Maar dat is echt wel zo mistig. Niet te doen. Een vraagje voor jullie. Vieren jullie ook verloren maandag? Ja of nee? Dus laat het even weten hier in de comments.